Ik ben Piet van Veldhuizen. We zijn hier op de Gandhi-tuin. En ik wil hier jullie graag wat vertellen over een initiatief wat in juni jongstleden begonnen is. Dat heet het Boeren in Zicht. Boeren in Zicht wil boeren in zicht brengen. Dat betekent de afstand tot die boer en die burger verkleinen. Heel veel problemen in de landbouw ontstaan doordat juist die afstand heel groot is. Boeren doen dingen die de burger niet aanstaan. Megastallen, antibiotica, bestrijdingsmiddelen. En de burger die weet niet waar zijn voedsel eigenlijk vandaan komt. Dat is anoniem voedsel wat in de supermarkt ligt. Weet niet waar het vandaan komt. Als er iets mis mee is, dan laat je het al snel liggen. Want je weet niet wie het geproduceerd heeft. Dus je hebt geen vertrouwen in het voedsel. Weet je nou wie het gemaakt heeft? Weet je nou wie de boer is van je eigen aardappels, van je melk? En er is iets aan de hand, dan kan je hem gewoon even een mailtje sturen of een sms'je sturen. Je kan met hem in contact komen. Je kan hem vragen wat er aan de hand is. Hij kan uitleggen wat er aan gedaan is en of het echt een probleem is. Dat is de kern van Boeren in Zicht. Die afstand kleiner maken. Nou, dat, als je dat doet, heb je ook nog heel veel andere voordelen komen eruit tevoorschijn. Namelijk bijvoorbeeld dat je vers voedsel hebt. De groente die wordt gebracht, dat is meestal nu op donderdagavond, vrijdagochtend, dat is vaak gewoon donderdagochtend geplukt, geoogst. Dus het is super vers. De tussenhandel is eruit. Dus dat betekent dus dat dat geld wat anders naar de tussenhandel gaat, dat gaat nu naar de boer en naar jou als klant. En zo zijn er nog veel meer voordelen. Dus op de site zelf, op boereninzicht.net, daar zie je de winkel staan. Daar zie je dus de producten staan. Bij die producten staan de boeren. Met hun e-mailadres, website, telefoonnummer. Zodat je bij wijze van spreken ook gewoon op zondag met je kind langs de boer waar je melk vandaan krijgt. Langs kan fietsen en even kan kijken naar het melken. Dat is het. Dankjewel voor de aandacht. En ik zie jullie graag op boereninzicht.net. Bedankt.